De Trans America Triathlon. Wat ja. is dat? Hij wordt voor het eerst georganiseerd. Uh, in Dit amerika. jaar in 2020? 2020, in mei. En uh, het wil eigenlijk niet heel veel meer zeggen dat je Trans amerika gaat. Van coast to coast. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over Think Big, het Amerika-avontuur van Jacomina Eikelboom. Eigenlijk dacht Jacomina Eikelboom na haar stedentrip Excel afgelopen zomer. ...van Londen naar Parijs op hardloodschoenen en de fiets... ...en onderweg nog even zwemmend het kanaal over... ...om twee jaar niks groots te doen. Tot dat ene WhatsApp-berichtje waarin een nieuwe ultratriathlon voorbij kwam. De Trans Am 3. Wat is dit voor avontuur en waarom wil Jacomina zo graag meedoen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken... ...als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, voor de mensen die jou volgen, jij schreef onlangs een artikel over Jacomina's nieuwe avontuur in de Utrechtse Sportkrant. Klopt. Wat was voor jou de aanleiding om daar eens over te gaan schrijven? Nou, Citius Altius Forcius, dat is het motto wat ik steeds naar voren breng. En mensen die hun. Is grenzen het Latijn vanmogen. voor? Uh, sneller, hoger, sterker. Ja. En eigenlijk wil ik daar ook langer nog over. Achterzetten. Het Latijnse woord ken ik op dit moment niet, lang geleden dat ik dat op school had. Grenzen verleggen, dat vind ik toch, uh, dat triggert mij. Uh, meer mensen die dat doen dan ik zelf. Uh, een triathlon is voor mij te hoog gegrepen, ik ben blij met een kwart triathlon. Ja. Maar je hebt van die mensen die, nou, die, die halen hun schouders op voor een triathlon, die gaan het drievoudige, het vijfvoudige en het schijnt een tienvoudige of iets te zijn. Nou, een van die mensen die ik vorig jaar heb leren kennen toen ik haar interviewde, was uh, Jacobine Eikelboom. Die ging toen inderdaad van Londen naar Parijs. Ja. Hardlopen, zwemmend over het kanaal, fietsend en dan nou, in drie, vier dagen. Dat dacht ik van, nou, ah, dat, dat is ultiem. Dit is, ja, die is al redelijk gek. Ja. En hier stopt haar avontuur. Die gaat zich beseffen van... Gekker nou, wordt het niet. Nee. nee. Even, dit, dan ga ik toch nu mening. meteen even de pitch maken voor iedereen die luistert en kijkt en daar meer over wil weten. Op ons YouTube kanaal, mijn YouTube kanaal, youtube.com slash Gerrit Heikoop, vind je ook een anderhalf uur durende debrief van mij met Jacomina over uh, dat avontuur van Londen naar Parijs. Dus uh, uh, check de link in de show notes. Maar goed, er komt nu wel iets nieuws. Ja omdat ik, ik hoorde in de wandelgangen, zoals dat gaat. Uh, van dat ze een nieuw avontuur wilden aangaan. Ja, daar wilde ik het mijne van weten. Ja. En nou ja, daar, daar sloeg ik helemaal van achterover. Want dit is, dit is, dit is mega ultra. Ja, okay, mega, dan mega ultra. Mega ultra, dat moet ja. Nou, en dat brengt ons bij een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van onze kleine podcast hier. Want dit is de eerste aflevering waarin wij een special guest mogen ontvangen. Ze zit namelijk hier naast ons Jacomina. Goedemiddag. Hi. Goedemiddag. Ja, welkom. Wat leuk <laughs> dat je de gast wil zijn in de Dank Slimme Presteren-podcast. Dank je. Ja, leuk om te zijn. Ja. <laughs> um, laten we bij het begin beginnen. Mensen die jou gaan googelen, die komen op jouw website: Jacomina-ultra-athlete.com. Ja. Je bent een ultra-atleet. Ja. Wat is dat? Ja, dat je iets lang, heel lang doet. <laughs> uh, ja, ultra-atleet is eigenlijk alles uh, langer dan een hele triathlon. Uh, langer dan een marathonrennen. Uh, nou ja, ik noem het zelf maar langer dan 10 kilometer zwemmen. Ja. En ook gewoon heel veel kilometers fietsen. Dat maakt je een ultra-atleet. Ja. Dus, uh... Alles wat verder gaat dan de standaard de... langste afstand. Ja. Leuk. Maar dat zijn er gradaties ook in? Van ultra-ultra, mega-ultra, <laughs> mega -ultra, want ik bedoel... Nee, eigenlijk, word je, je bent gewoon ultra ja. als je iets langer doet. Maar daar, in die zin zijn er wel gradaties dat je, wat je al aangaf, dat je dus een vijfvoudige triathlon kunt doen, een tienvoudige. Maar dan heb je ook, dat is een tienvoudige noem je een dekka. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld een double dekka. Okay. Of een triple dekka. Hmm, okay. uh, dus daar zijn zeker gradaties in, maar het blijft altijd de term ultra. Ja, ja. ja nou, voordat onze kijkers en luisteraars massaal afhaken. afhaken omdat ja. ze denken: dit is niet <laughs> voor mij. Onze zoektocht in deze podcast, in deze aflevering is ook. om één te ontdekken wat jij nou precies gaat doen en, en hoe je dat gaat aanpakken. maar daartussendoor ook op zoek te gaan naar allerlei tips die wij daar als amateurs uit kunnen halen. Want ik kan zeker uh, de belofte doen, na onze vorige uitzending, Jacomina... heb ik inmiddels redelijk wat mantra's die als ik in het bos loop... denk, ja, maar Jacomina zou nu. Dus ik hoop dat we in deze aflevering uh, ook weer dat soort dingen gaan vinden. Laten we bij het begin beginnen. De Trans-America Triathlon. Ja. Wat is dat? Hij wordt voor het eerst georganiseerd uh, in Dit Amerika. jaar, in 2020? 2020, in mei. En uh, het wil eigenlijk niet heel veel meer zeggen dat je Trans-Amerika gaat. Van coast to coast. Ja. Yeah. <laughs> en dat is uh, Florida, is het zwemmen. Uh, dat is in een meer. En dan stap je op de fiets. Ja, ja, ho, ho, ho niet snel. Zwemmen, dat is het begin van iedere ja. triathlon. Ja. Hoe ver gaan we zwemmen? <laughs> 50 kilometer. 50 kilometer zwemmen in een ja, meer, zeg je. Is dat meer. meer zo groot? Ja. Nee, het meer is, uh, is niet zo heel groot. Het zijn rondjes van één kilometer. Ja. En na die kilometer moet je er ook even uit. Okay. En dan ga je er weer opnieuw in. Dat betekent dat je na één kilometer al uh, wat kunt eten, wat kunt drinken. Ja. Uh, het is in mei, dus het is behoorlijk warm. Ja. Uh, en het water is ook behoorlijk warm. Dus wat dat betreft moet er veel gedronken worden. Ja. Om jezelf goed te houden. Ja. Dus vijftig keer een kilometer zwemmen. Nou, ja. niet, niet dat ik het daarmee makkelijk wil maken. Maar dat is een soort van overzichtelijk. Ja, zeker. Zwemmen Zal in Florida. Een, is daar uh, nog iets met wilde dieren aan de hand? Ja. <laughs> met krokodillen-alligators. Ja. <laughs> maar er wordt vaker gezwommen in dat meer. Het is een bekend meer uh, waar vaker uh, uh, nou ja, zwemwedstrijden zijn. Dus ja. uh, in die zin verwacht ik dat het krokodilvrij is. Of alligatorvrij. -vrij. En voor mijn beeld, uh, 50, kilometer, 50, 50 rondjes van een kilometer zwemmen. Ja. Hoe, la hoe lang doe je over zoiets? Um, ik verwacht er anderhalve dag mee bezig te zijn. Uh, het is voor mij ook een wild guess. Ja, ik, ja. ik weet niet hoe hard ik zwem op zo'n lange afstand. Uh, het is nu zoetwater, uh, Dus dat is wat anders dan zoutwater, water. Omdat je het drijfvermogen ja. hebt. Um, dus ik, ik zet in op anderhalve dag. Waarbij ja. ik ook wel s'nachts uh, slaap. Uh, maar even in verhouding tot, tot vorig jaar: de kanaal-oversteek. Ja. Uh, hoeveel kilometer was dat toen ongeveer? Dat was uh, ja, 33, 34 kilometer in een rechte lijn. Ja. Dat is eigenlijk ook wat ik daadwerkelijk gezwommen heb in afstand. Oh, Oké. Okay. En, en dat we... was in iets van 14 uur, toch? 16,5. 16,5, sorry. 16 sorry. Ja. Ja. <laughs> nee, dus die 2,5 uur op het einde waren de die belangrijkste waren, ja, 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 eigenlijk. Ja, 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 ja dat ja. was nog wel uitgebreid over gehad. Oh, ja, maar. dit meer, dit is... Vlak, eh, wat warmer, ja, hopelijk. Waarschijnlijk. Uh, heel stuk warmer. Ja. Um, het kanaal was um, 13, 14 graden en nu zal het zo'n 26, 27 graden oh, zijn. Wow. De dus watertemperatuur. Ja. die watertemperatuur. Dus oh. dat is juist ook een factor. Weer een andere ja. factor van Totaal, complexiteit. Ja, ja. ja. En, en dus het zoete water en na elke kilometer eruit. Um, dus het maakt op Ga je een moment. pak meer, eigenlijk. Daar ben ik mee bezig. Ja. Om dat uit te zoeken. Ja, ja want je weet wel. Um, je krijgt het nog steeds koud vanwege je energietekort. Je, je, temperatuur, je regelaar moet heel veel regelen om jou goed op temperatuur te houden. Ja. En je kan niet gewoon constant echt alles bij eten. Dus je weet dat je daar eigenlijk zo snel mogelijk een pak aan kunnen doen. Dus daar ben ik nu ook aan het uitzoeken van... hé, maar wat zou er bij me passen? En natuurlijk gewoon het drijfvermogen van een wedstrijd. Daarom, dat ook, ja. En het warmte reguleren, maar ook het drijfvermogen. Ja, want dat gaat me gewoon helpen. Maar heb je al een zwembad bij jou in de buurt gevonden... waar ze jou gegarandeerd een temperatuur van 27 graden kunnen aanbieden? Nou, ik zeg al in Doorn, dat komt in de buurt Een beetje kan wennen. Ik ben daar nog niet mee begonnen, maar... Maar, uh, want de meeste zwembadtemperatuur zit rond de 22 graden. Ja. Laco zit ietsje, ietsje hoger. Uh, ik zwem in Beeldhoven en hebben ze een, een doelgroepenbad. En dat is warmer. Uh, <laughs> okay. Dus ik ben nog wel van plan om daar ook zeker gewoon ook in te gaan trainen. Dus, oh, okay. uh, maar, maar, maar ook, echt ook met wetsuit een... wil ik ook gaan uitproberen ja. om dat te gaan trainen. Wat voor effect dat heeft. Ja. Uh, want ja, wat je niet merkt is dat je bijvoorbeeld ook heel veel kan zweten ja. in het water. Ja. Ja. Nou, daar moet ik nu wel. aan denken. Even de brug naar de amateurs. Inderdaad, uh, als wij uh, de, de inside jokers hier, wij trainen alle drie bij de Utrechtse Heuvelrug Triathlon. En als we dan in Doren mogen zwemmen op woensdag, wordt er al veel geklaagd over de hitte en ja. het zweten. En dan is het nog maar 3,24 graden. Moet je daar nog 3,4 graden bij tellen? Dat is inderdaad ja, wel en wel even een issue. Ja, die erop staat. Ja, ja. zo heen. Hey. Dus, want jij uh... gaat in mei, hè? gaat het gebeuren? Ja. Wat de temperatuur dan in uh, Florida? Ja, 30, 35. Ja. Ja. En lucht, luchtvochtigheid? Uh, hoog. Ja. is ja. ja, goed okay. voor de is zuurstofopname dat, uh, toch? Ja. ja, als je oké, okay, je wil ergens een voordeel vandaag. Ja, ja ik probeer ja, alles uh, te ja. omdelen. Ja. Nee, heel fijn. Dankjewel, je. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Okay. Dus uh, we gaan 2,5 dag zwemmen? Anderhalf. Anderhalf dag. dag zwemmen. Ja, ja. Sorry. Anderhalf dag zwemmen en dan Elke dag is cruciaal Ja, hè? dat klopt. Dan gaan we fietsen. Dan gaan we fietsen? Hoe ziet dat eruit? Uh, het fietsen is volgens het bikepacking concept. En dan fiets ik als het ware eerst naar de kust. En dan fiets ik ten zuiden van Amerika helemaal naar de andere kant. Uh, schiet ik net ietsje omhoog richting Death Valley. Ja. Voor de statistieken. Ja, getallen. Ja, 5000 kilometer. 5000 kilometer fietsen, letterlijk ja. met je banden op het strand aan de oostkust. En dan, en dan naar dwars Death Valley. door Amerika. Ja, ja. Wat is bikepacking? Bikepacking wil zeggen dat je uh, zelfvoorzienend bent onderweg. Je hebt geen crew. Je hebt geen support. Dus je hebt je eigen dingen bij je. Uh, en onderweg maak je gebruik van hotels om te overnachten. Of misschien bij iemand in de voortuin. Uh, je haalt je eten bij de supermarkt. Of je gaat in een restaurant eten. Maar je hebt dus, ik ben dus unsupported. Je moet het helemaal zelf doen. Helemaal zelf doen, ja. Even rekenen. Dus een triathlon is 180 kilometer. Mm -hmm. uh, 5000 ga je fietsen. Dat betekent dat is al meer dan 30 <laughs> ja, triathlons. Maar, zo kijk ik er niet okay. naar. Hey. Uh, hoe kijk je dan? Is dit een ik, soort vakantie voor je? Ja, ja, ja. Ik, ik vergeet het uh, hoeveel kilometer het is. Um, ik zie het als een reis: een reis door, uh, door Amerika, uh, waarbij ik door verschillende landschappen ga. En ja, het, het feit dat bikepacking is, dat, dat was waarom ik gegrepen okay. werd door, deze, door dit event. Uh, ik zag dit en wow, bikepacking, super tof stukjes. We ervoor een <laughs> beetje fietsen erna, of hè, lopen erna. Uh, ja, dat was het. Maar juist de reis, dus door het landschap, ja. dat je dat helemaal zelf doet. Dat, en wat voor getal er aanhangt, hoeveel kilometers dat zijn. Dat maar heb jij veel min. fietsvakanties gedaan? je... Nee, 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 nee. Nee, Je niet zo heel veel. Wat voor ervaring heb jij met ja, backpacking? Bikpacking? Uh, ja, één keer. De <laughs> Great Divide, ook Amerika. Ja. Canada-Amerika. Dat is eigenlijk van, uh, van noord naar zuid, uh, langs de, de waterscheidingslijn, zeg maar. Ja. Uh, door de rockies. Um, maar dat was met z'n vieren, met heel veel tassen en, en heel veel uh, rustmomenten. Uh, bij locals slapen, echt, echt heel erg vakantie. Ja. Dat was totaal uh, twee ja, maanden onderweg een, geweest. Een tocht? Dit is. Ja. een... Race. Ja, en Hoe maakt het dat, dat anders voor jou? Dat vind ik wel ook wel lastig voor mezelf. Uh, want natuurlijk, ik wil door blijven gaan. Maar ik wil ook juist van het landschap genieten. En genieten dat ik dit kan. En uh, genieten van de vriendschappelijkheid van de mensen onderweg. Terwijl ik wel door moet gaan. Dus daar zit nog wel echt iets van. Wat ik ook gewoon onderweg tegen zal komen. Dat ik misschien wel op het ene moment denk van. Ja, maar uh, leuk dat je tegen me praat. Maar ik moet door. Ja, ja. En op het andere moment van. Ja, maar weet je. Ik ga wel het gesprek aan. Want dit, dat zijn juist wel de mooie pareltjes Van zo'n reis die je maakt. Maar, maar, maar waarom niet gewoon zeggen. Oké, okay, ik ga van uh, oost <laughs> naar west. Ja. Fietsen. Ja. Moment, fietsvakantie. Ja nee, ja, nee, toch niet. Nee, ja, okay. dat, dat is dan toch wel omdat het een event is. Voor de eerste keer georganiseerd wordt en dat zwemmen en het lopen daarna zit dan dan is het dan dan kna hij knalt er ook gewoon ineens erin hè? dan ja. is het echt zo van ja Trick. dit wil ik dit is hem dit is het en het helemaal niet van ah oh, dat lijkt me leuk om nee, maar nee hoe lang mag je het. dan uh, ja neem ons eens mee in die in die fietsetappe. Nou, hoe, 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 hoe als je er nu over nadenkt hoe ziet zo ben je 21 uur aan het fietsen, 3 uur aan het slapen in een greppel. Of hoe, hoe zie je dat nu voor je? Weet ik niet. Nee, maar je hebt wel een idee <laughs> ja, ik, of ik vermoed dat ik niet heel veel zal slapen s'nachts. Dus inderdaad iets van 3, uh, 6 uur. Ik houd wel een beetje op die anderhalf uur etappe, zeg maar, van, van het dat, slapen. Een anderhalf uur etappe? Um, dat je slaap is opgedeeld in blokken, eigenlijk mm -hmm. zeg maar van anderhalf uur. Ja. Um, ik verwacht dat, nou ja, misschien 4,5, uh, 6 uur. Uh, veel meer zal het niet zijn, misschien ook door de adrenaline. Maar ik, ik moet namelijk gewoon zoveel mogelijk tijd op die fiets zitten. Want heel hard zal ik niet fietsen. Maar nee. Ik moet wel door blijven gaan. En wat voor tempo denk je? Ja. 15 km per uur. Gemiddeld? Ja. Ja, inclusief je stops en je. Uh... Ja, maar dan dus wel zonder de slaapstof. Ja, exact. exact. Want je, je moet natuurlijk onderweg bij de benzinepompen je bidons weer vullen. Ja. Je moet wat eten halen. Ja. En voor de rest dus zoveel mogelijk op de fiets doen. Maar ik verwacht ook dat ik, mentaal word je natuurlijk ook moe, dat ik overdag ook wel wat powernaps zou gaan doen. Ja. En daar heb ik gewoon heel veel ervaring mee Ook met uh, de, mijn stedentrip. Ja, dat werkt gewoon bij mij heel goed. Een, een powernapje. Power en hoe, hoe ja. lang is dat dan? Hoe 20, 25 dat minuten en dan. Oeit, dan ga je en, liggen. Uh, ja. Fiets aan de kant, ga je liggen, ben je weg. Ja, ja, nou ja, ik hoef nog niet eens echt weg te zijn, maar ik kan wel volledig ontspannen. Wow. Dus daarna gewoon echt wel ja, mentaal frisser en lichamelijk gewoon ook gewoon het gevoel hebben van ja, even, even heel diep uitrusten. Ja. Misschien is wel meditatief, zie ik nu opeens te denken. Ja, ja precies, gewoon even helemaal ja, even gewoon, uh, in die helemaal, en nu komen. Uh, ja. Ik, ik 15 km per uur gemiddeld. Nou, 5000 dan, km. Ja, ik zit ook de 300 ik. op een dag. Misschien. Nou ja, daar kom ik wel. Daar moet ik wel. En richting, dan uh, ja. 10 dagen, 3000. Dan ben je nog lang niet. Uh, 15, 20 dagen misschien nog. Ja, fiets. 25 dagen, daar dat ga ik wel vanuit. En sowieso één dag moet ik al reserveren voor pech. Uh, want ik ja. dat iets kapot gaat aan de fiets, wat ik zelf niet kan fixen. Ja. Ik ga natuurlijk van alles en nog wat over mijn fiets leren om zo goed zo, ja, zo mogelijk zelf dingen te kunnen doen. Maar. Ik, ik moet ook overwegen, van, ja, moet ik dan uh, misschien halverwege een nieuwe ketting erop? Überhaupt? Ja, ja, sowieso. Hè? Wat, wat helpt mij? Uh, dat mag wel, hè? Dat je. Uh, ja, ik mag uh, van de, de bike de, uh, ja, en, shop en dat uh, soort okay. dingen. Dus ja. Hé, uh, want ja. Hey, het, het enige wat een beetje in de buurt komt van zoiets, dan denk ik al snel aan een grote wieleronde. Hè? Tour de France, zitten ze 21 dagen op de fiets. Ja. Daar pakken ze iedere week een rustdag, twee rustdagen. Ben jij van Nou, je noemde het nu al een pechdag. Heb jij rustdagen ingepland? Ga ik niet vanuit. Oké. Okay. Um, omdat het, ik ben dan ook bang dat als ik rust neem, dat ik dan gewoon heel erg, uh, zeg maar, erin terugval. O oh, ja. Uh, en ik fysiek weet, of mentaal? Fysiek, fysiek. Okay. Ja, fysiek met name. Dat dan de pijn en de spierpijn. Ja, en ja. dat dan uh, je lichaam zeg maar de, echt zegt van ja, hallo, rust. Ik wil nu echt veel langer rust. Ja. Uh, ja, ja. Spreek je dan uit ervaring? Ken je, ken je, herken je dit dan? Nou dan ja, ik weet, mijn kracht zit wel in het doorgaan. Okay. Met wat, wat ik ook doe, ik kan beter door blijven gaan en korte stops nemen, ja. dan dat ik ergens langer stop. Dat, daar voel ik me niet prettig bij. Uh, ik kan beter rustig gewoon, uh, gewoon toch doorgaan. Bla ja. Aan blijven staan. Ja, gewoon okay. ja, ja. door. En dus ja, wel op een, een relatief laag, ja, nog ja, ja, en, enorm laag. Ja, uh, ja. Ja. Bijna toe maar ja. wel de hele dag en dag na dag. Ja, ja. En dat is natuurlijk het, het knap. Maar ja, wel met bepakking en uh, uh, je krijgt wat pergen wat voor de kiezer, neem ik aan. Aan het einde, en... ja, zit nog wel wat hoogte mee. Dus het ja. tweede deel, dus dat is ook meteen tricky. Het eerste deel zegt nog heel weinig over hoe je überhaupt, zeg maar, die weken doorkomt. Ja. Uh, want dat is allemaal vlak. Want het loopt allemaal een beetje Zuid-Amerika, is dat ja. hè? de Zuidelijke Staten. De deel. Ja. ja. Oké. Okay. En dan zeg je, uh, doodleuk, dan fiets ik naar Death Valley. Nou, ik ben enigszins bekend in die regio. Het ja. is nee, niet de fijnste omgeving om buiten nee. met je fietsje te Hoor staan. Ik? dat zegt iedereen. Uh, <laughs> la laat staan dat je daar eens een stukje gaat hadden. Want Death Valley ligt uh, nou, linksboven Las Vegas, zeg maar. Voor de mensen die de kaart van Amerika een beetje kennen. Ja. En dan gaat de loopetappe vanaf daar naar... San Diego, wat helemaal links onderin nou, ja, is. Ja, net boven LA. Net, okay, net boven okay. Los Angeles. Ja. En dat uh, is, hoe ver mag je dan nog hardlopen? Uh, 500. 500 km. kilometer. Eigenlijk is het vrij makkelijk te onthouden: 50 zwemmen, 5000 fietsen, <laughs> 500, 500 lopen. Maar ik zeg lopen, want ik denk niet dat er heel veel hardgelopen wordt nog tegen die tijd. Oké. Okay. Vanwege de warmte ook. Ja. Uh, en omdat je natuurlijk al zoveel kilometer in de benen hebt zitten. Ja. Verwacht ik niet dat ik overdag echt zal hardlopen, want dan, nu ik ja, met de zon en dat soort dingen, en ook heel erg droogte, dan zal het meer heiken zijn. Ja. Uh, wellicht dat ik s'nachts iets meer tempo zou kunnen maken. Uh, geen idee. Wat dat betreft is het best wel ja, heel moeilijk inschatten van, van hoe ga je doen, maar dat is ook wel weer het avontuur. Van, ja, ik moet het dan, ik weet wat ik moet fixen, ja. en met welke omstandigheden ik te maken krijg. Ja, ter plekke zal ik pas echt weten en realiseren wat het met me doet. Ja. Uh, dus ja, ga je van tevoren wel nadenken. Van, uh, dus dat je inderdaad bedenkt: van misschien moet ik juist s s'nachts heel veel doen en ja. overdag uh, kijken of ik dan anders goede rustmomenten kan pakken die uh, Airconditioned zijn, of dat soort dingen. Ja. Want dat was misschien wel het fijne aan, aan Londen, Parijs. Toen begon je met lopen. Dat ja. denk ik toch door de meesten het zwaarste onderdeel wordt gezien. Maar uh, dan had je dat achter de rug, ja. nou, een beetje zwemmen, kijk het kanaal en fietsen op het eind. Zullen we even een beetje oppassen met de eufemisme? <laughs> nu zeg je zelf van ja dat lopen, ja dat ik, ik weet of ik überhaupt aan hardlopen toekom, uh, ja. geen idee. Het, uh... Nee, maar dan uh, heb ik een crew bij me en okay. dan ben ik wel ja, weer heel blij mee. Ja, dat stuk heb je wel weer ja, support. Ja, dat is, uh, hoe, hoe ziet die support uh, eruit? Uh, uh, twee vrienden van mij, uh, Emma en Wors, die gaan mij uh, daarbij begeleiden en ja, dat geeft mij wel heel veel vertrouwen van. Uh, ja, die, die kunnen lezen en schrijven met me. En de, we gaan ook nog dingen gewoon ontdekken samen. Uh, dus dat is wel zo van, oké, okay, als, als ik daar ben, dan, dan fix ik dat met hen samen. Ja. Dat is wel echt ook het gevoel. Want zij mogen meelopen, mee fietsen. Ja, de, met als... de auto moeten zij sowieso in de buurt zijn. Ja. Uh, wat ik zelf ook heel fijn vind. Want ik is heb het parcours zoiets, eigenlijk langs wegen uh, of gaat het dwars door de natuur? Uh, het is uh, deels over wegen, maar het gaat ook wel uh, Death Valley uit. Uh, is bijvoorbeeld echt een dirt road. Oké. Okay. Uh, waarvan... Wij nu nog niet helemaal weten. <laughs> Hoe je daar met de auto uh, goed weten. Full wheel drive waarschijnlijk. Ja. Uh, maar ja, het, het parcours is nu heel vers bekend. Dus uh, dat zijn ook wel een van mijn vragen die ik aan de organisatie heb. Inderdaad, van in hoeverre kan er altijd een auto dicht bij mij in de buurt zijn? Want dat heeft namelijk ook weer implicaties: van als dat niet zo is, moet ik, moet ik met een camelback gaan lopen? Ja. Uh, ja. Want ik moet bijvoorbeeld een paar uur zelfvoorzienend zijn. Ja. Of gaat er dan dus iemand? Mag ik iemand meenemen? Dat mag sowieso. Ja, een waar naast je of zo? Die ja, water het, uh, ja, en ook daar slapen uh, in de auto zelfs als het kan, of ja. gewoon in een tuin of in een uh, ja, de, of, hotel. of hotel. Ja, dat, dat wordt dan wel makkelijker ja. want dan heb ik mensen voor me om het uit te zoeken. Ja. Uh, want de meeste, je wil zoveel mogelijk blijven bewegen. En als ik bijvoorbeeld zelf ga inchecken in een hotel, kost mij allemaal tijd. Ja. Maar als dat zeg maar om me heen gebeurt, als ik aankom meteen ja, ja. in een en beetje liggen. kan liggen en meteen weer uit, dan scheelt dat natuurlijk wel Dus je wil wel, wilt wel, wel veel... super efficiënt bezig zijn, Niet, geen weinig tijd verliezen aan dat soort rand- of bijzaken. Ja, en zowel, en, dat, ja. dat soort dingen kun je heel goed afvangen. Ja. Omdat uh, uiteindelijk, is er, een, is er een limiet dan voor deze drie? Ja, ja, 28 dagen. 28 dagen. Ja. En als we even snel dus, optellen, wow, ja, anderhalve dag ja. zwemmen ja. En een dag of 20, 21, 22 fietsen, dan zitten we dan op 23,5. Dat is heel dan moet je 100 kilometer per dag ja, en dat gaan is, lopen? Ja, dat is echt heel krap. Ja. Want, uh, nou ja, vanuit mijn ultralopen uh, van vroeger weet ik echt, uh, ja, op een gegeven moment, je gaat gewoon niet harder. Nee. Dus dan is het misschien 5, 6 per uur, weet je? Dan denk je, ja, ah, dit wandelen is toch makkelijk. Ja, maar op een gegeven moment ben je ja. gewoon heb, zo vermoeid. Heb je überhaupt 500 kilometer hardlopen? We doen nu net. Nou, oh ja, dan nog vijf, heb, ja. heb je nee, wel zo'n afstand gedaan? Nee. Wat is het verste wat je tot nu toe als een ultrarun nee, ooit bent aangegaan? 168,8. En waarom weet je dat zo precies? Nee, je je dat zo precies? Het is 4 keer. Marathon en het was de ultra trail van de Mont Blanc. Ah, oké. Okay. Dus wel, wel met, met ja. flink hoogte. Tien, meer dan 10.000 hoogte ja. Maar ja. Gerrit, jij zal zeggen met 14 kilometer schema voor de marathon. Is dit misschien wel uh, prima om. Uh, ja, horen, ik durf voorzien. daar helemaal geen uitspraken van te maken. Wat ik merk is. Uh, <laughs> ik, ik geloof Jacomina, omdat ik haar die Arts to Ark heb zitten doen. Maar ik, ik kan het me. Nee. En ik merk het ook aan mensen om me heen. naar wie ik hierover vertel. Het is niet voor te stellen. Ja, maar ik kan kilometer... het zelf dus in die zin ook niet bevatten. Uh, Pff, dus interessant. Dit, ja, ja, maar dit is. En in die zin ga je dus alles proberen zo mogelijk te kaderen. van oké, okay, maar hoe kan ik mezelf voor mezelf zo makkelijk mogelijk maken? Nou ja, ja. Mijn support die kan me daarbij helpen. Ik mag met stokken lopen. Eh, maar ook gewoon mentaal nu al. zo van oké, okay, als ik het nu gewoon moeilijk heb. van ja, maar ja, die 500 kilometer dan. Eh, dan moet je ook gewoon door. Uh, dus gewoon al heel, ja, in het hoofd gaat er dan al heel veel. Uh, nu al je zegt, nu, maar je bent al die mogelijke stemmen ja. en ideeën die je dan gaat krijgen, nu al een beetje aan het ja, en, de, en de, visualiseren. De, de, uh, ja. stel je komt eraan en nou ja, ik, ik wil niet uh, de zwartkijker hieruit hangen, maar je hebt nog vijf dagen ja. bij de Death Valley. En je denkt, nou, die 28 dagen, nou, dan wordt het wel heel krap. Dit, of je gaat, denken, ik, ik moet nu als een tier lopen voor die 28, of heb je zoiets. Nou dan maar 29, 30 dagen. Uh, ik ga wel alles ja. op alles zetten om het binnen de dagen ja. te halen. Um, maar ga je in zulke het, scenario's denk je, ga je uiteindelijk denken? Ik ga dus alles eerst 100 scenario's ja. van wat als en uh, ook al grofweg berekend van nou de eerste dag moet ik zoveel fietsen ja. om het een beetje behapbaar te houden. Ja. Uh, maar ja, ik weet natuurlijk echt niet wat ik tegenkom onderweg en wat ik ook waard ben. Ja, de is, intentie is wel om de, echt die 28 dagen te redden. Wat is het punt? Wat, wat bij uh, ik weet dat voor die, uh, die, die Arts to Ark, dat je vertelde: nou, ik ben zo blij met die begeleiding, want na acht uur dan kan ik eigenlijk niet meer goed nadenken, kan ik geen beslissingen nemen. En ja, dat is me, dan denk ik denk, ja, dan ben je eigenlijk zo afhankelijk van de mensen om je heen. Ik kan niet meer, Dus eigenlijk denk ik bij dit is zo extreem. Dan, ja, wat, de, als jij niet meer kan nadenken, dan, dan moet je eigenlijk elk scenario moet je al helemaal uitgeschreven, uitgeschreven hebben. oké. Okay. Zoals vandaag in plan, ik heb, uh, ja. Ja. ja, maar ook zelfs nog los van die plannen. Uh, ik, moet voor mezelf, ik weet, na een aantal dagen ben je gewoon ook vermoeid. Ik, ik zit natuurlijk nu nog, nog weer een tik langzamer ja. dan de vorige keer. Nog veel meer in die comfortzone van... Ik moet het gewoon zelf... Comfortzone? Ja, ja. Wat je daarmee bedoelt... Ja. Dat het op het gemak gaat, dat, ja. ik, okay. dat ik ervan kan genieten, ja. en dat ik bezig, dat ik aan het rollen ben, vooral het fietsen, daar, daar zie je dat Disney voornamelijk. In zin is het dus niet zoals, uh, even weer de brug naar onze kijkers en luisteraars, uh, amateursporters zoals Jurgen en ik, die in een marathon bij uur drie denken echt, oh, alles doet pijn en ik kan niet meer. Ja, die wil ik dus niet hebben. Dat wil je niet tegenkomen? Nee, nee dus daar moet ik ver weg van blijven, wetende, want ik moet namelijk nog 20 nou ja, dagen, nog 25 ja. dagen door. Dus daar wil je ver weg van blijven, wil je jezelf voor behoeden. Hoe doe je dat? door dus rustig te gaan, maar ook op alles voorbereid te zijn. Van de, ja, zeker die eerste klimmetjes die ik tegenkom, die zullen niet leuk zijn, want ik heb heel lang vlak gereden. Ja, Ze gaan me moeite dus dat kosten. Super zwaar. Ja, maar ja, dat is wel part of the deal die ik aanga. Ja. En ik zal me daar wel, oké, okay, nou, dan is dat zo. Misschien moet ik iets rustiger fietsen. Misschien moet ik bovenop de top wat meer bijkomen. Ja. Maar ik moet het wel dusdanig kaderen dat ik weet dat ik dat nog tien keer kan. Bijvoorbeeld. Dat zit constant in je hoofd. Zit dat wel uh, verborgen? Maar ook om jezelf scherp te houden. Ik, moet, ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Maar ik denk dat er ergens een stikkertje op mijn fiets komt. Van uh, als ik dus mijn fiets oppak om verder te gaan. Zijn die bidons gevuld? Oh ja. uh, heb je rekken en strekken gedaan? Nou ja, Als je constant in dezelfde houding zit. Rekken en strekken. Heb je eten aangevuld voor zes uur. Ik noem maar wat. Uh, en zo een lijstje. Een soort af, checklist, checklist of zelfs. Voordat jij. Op voordat die fiets ik weet. Check, ja. check, check, check. Want het is. En dan denk je echt zo. Ja, hé, hey, je bedenkt toch. Je ja, gaat toch niet met lege bidons weg. Maar als ik aangesproken word in de supermarkt. Ja. En uh, dan denk ik van ah, ik heb wel voldoende eten gekocht en zo. En diegene loopt met mij mee naar mijn fiets. Oh, wat gaaf wat je aan het doen bent en dat soort dingen. Voordat ik het weet zit ik op ja. de fiets, fiets ik weg. En dan denk ik, kut, ik heb mijn bidons niet gevuld. Ja. Ja. Het is zoiets simpels, maar dat is wel waar je, waar je Dit zelf voorzie moet je, je nu de, al, de, ja. 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 Maar dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant kijk je uit naar die sociale contacten. Hè? Een beetje ja. mensen langs de kant met een praatje maken. Misschien een keer blijven slapen in de tuin of noem maar op. Maar eigenlijk denk je, ja, dan moet er niet te veel van komen of zo. Dan nee, moet er nee, mijn, maar uit mijn uh, uit, Uiteindelijk mijn wil ik ook dag. zeg maar. Ik moet wel in mijn bubbel zitten ja. om dit uh, aan te gaan. Want die bubbel is dus dat ik dus die comfortzone van mij dan opzoek. Van dit kan ik heel lang volhouden. En dan moet ik niet te veel ingestoord ja. worden. Want dan vind ik dat heel moeilijk uh, om, om bij mezelf te blijven. Dat ja. is ja. het eigenlijk. Fascineer. Dus dat is zeker. Maar dat is ook meteen dus zo van ja. Het is een race. Maar ja, het is eigenlijk ook mijn vakantie. Ja. Uh, dus hoe ga ik dat in En daar ja. ben ik ook gewoon heel erg benieuwd naar. Van hoe goed kan ik daarmee omgaan? Ja. Want je mag wel je, je mobiel uh, gebruiken. Hein? Internet, noem maar op, sites. En, en met ja. mensen contact zoeken, appjes sturen. Ja, en, ja, maar ze willen. Het is eigenlijk wel zo dat ik het zeg maar, alleen naar buiten doe. Het is niet zo dat ik bijvoorbeeld om hulp kan vragen ah, of okay. uh, ja. kan bellen van. Ik oh, zit ja. erheen. Nee, ja. dat nee? is het eigenlijk wel. Dat je, mag je, geen, je, voelden. je mag geen contact, of je wil geen contact. Wat, wat is ja, er regel? Het, het is. Uh, de bikepacking is echt dat je het helemaal zelf doet. Okay. Uh, dus we gaan dus niet de, uh, de Jacamina Support Line. Uh, nee, die, nee. Uh, die, uh, die, maar dat is ook wel voor mijzelf. Die hoeft ook niet open te staan, want, op dat, want dat, ja, dat leidt zeg maar ook wel af. Uh, je, je noemt een, een aantal keer je support crew. Kan je eens beschrijven? Hè, op jouw website staat ook, alleen zou ik dit nooit kunnen. Ik heb een, ja. je, je hebt een groot team om je heen verzameld. Ja. Wat voor, wat voor een ondersteuning heb je op dit moment bij dit project? Nou ja, wat ik, toen ik dit zo zag van, nou, dit wil ik heel graag, dan had ik wel zoiets van, nou, maar dit moet ik echt met een team aanpakken. Dit is zo groot, dit is voor mij ook zo onoverzichtelijk van het, het daar organiseren van, uh, van uh, mijn activiteiten. Um, zo is bijvoorbeeld de route die is dan uh, nu bekend gemaakt, maar dat, daar zit nog heel veel meer. Van. Ik kan al dingen afvangen door als ik weet van in welke zones kan ik niks kopen. Nou ja. Hoe groot is zo'n zone? Maar is dat zitten de witte 40, 40 zeg maar mijl of is dat 100 mijl? Want dat is wel heel fijn om te weten dat ik dan extra water mee moet nemen. of extra eten mee moet nemen. En daarmee kun je al heel veel onzekerheid kun je weghalen. Dus heb ik ja, vier vrienden van mij die, die storten zich op dat fietsparcours. van. Uh, nou ja, gaan we ze even allemaal mooi in kaart brengen? Gaan wij dus. wat zijn die, inderdaad die witte vlekken? Um, maar ook uh, andere dingen uitzoeken. van ik kan dingen op laten sturen naar een, een post-office. Ja, hoe werkt dat? De post zelf. Uh, maar ook uh, als ik gezwommen heb. Ja, ja, dan heb ik een wetshoed wat ik achterlaat en mijn zwembrilletje en dat soort dingen. Ja, wat ga ik daarmee doen? Maar blijft wat dan? is handig? Ja, uh, ja dus de, 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 daar zo, Dat Gewoon soort al dingen. Al dit soort logistieke, praktische uitzoekwerk, heb je een team van vrienden om je heen die ja. daar uh, allemaal ja. mee helpen. Ja, die, uh, En, en me de, de, ook daar scherp in houden. Want ik, ik kan ook niet alles zeg maar overzien. Van, uh, en die niet stiekem uh, al nu in Amerika eigenlijk aan het voorrijden zijn en een beetje. Nee, niet dat ik weet, Ze maar doen het doen ik kan het nog een... even okay. ja. Ga je zelf nog voor die tijd die kant? Nee, ja. nou ja, ik ga wel 2,5 uh, week van tevoren. Ja, ja, precies, maar niet nu maar in niet, de trainings... Uh, uh, nee. Nee, nee. nee, dus uh, in die zin weet ik ook niet wat de hitte bijvoorbeeld met me ja, doet. Bewust uh, niet, uh, of gewoon uh, geen praktisch. praktisch uh, uh, geen geld, 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 geen tijd. Nee. Nee. Ja, 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 ja. Moet ook gewerkt worden. Ja. ja, maar je zegt het even erbij, zo, wat de hitte met mij doet. Uh, ja. Je zou kunnen zeggen, je hebt dit ergens geloof ik in het najaar, hè, oktober, november besloten. Ja. Uh, mei, het is allemaal vrij kort dag. Ja. Um, <laughs> Los van die hitte, laten we eens bij het begin beginnen. Hoe train je voor 50, 5500 kilometer triathlonnen? Ja, geen idee. <laughs> uh, het, het grootste deel zit mentaal. Uh, het mentaal behapbaar maken van dit. Uh, maar zeker ook jezelf sterk maken op allerlei fronten. Dus mentaal sterker maken, fysiek sterk maken. Uh, het fietsen, daar heb ik wel het idee van. Het, het is vaak ook als je bijvoorbeeld met een fietsvakantie gewoon meerdere dagen fietst. Dan, dan groei je daarin en dan raak je okay. vergroeid met je fiets en dan, 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 dan gaat dat wel. Dus um, je bent niet op dit moment een soort bizarre trainingsvolume aan het wegtrappen om maar gewend te raken aan 5000 nee, kilometer nee, fietsen. Nee. nee, zelfs met fietsen zal ik dat nog relatief zeg maar het minst doen, okay. uh, omdat dat ja, de, uh, ik zit uh, bijna elke dag wel op de fiets, dus het ligt heel dicht ja. bij me. Je hebt geen auto, hè? Uh, dus je fietst nee. sowieso vrij veel. Ja. Ja. <laughs> Dus dan denk ik van, nou, dat, dat gebeurt daar ook wel. Dus dan de eerste week zal het echt wel lastig opstarten zijn. Um, maar dat, dat zal ook wel verder groeien. Uh, voor het lopen weet ik ook meerdere dagen lopen. Uh, ja, je groeit erin met meerdere okay. dagen. Het zwemmen. Moet ik voor te stellen het, uh, als je dat nog nooit uh, gedaan hebt. Maar, uh, ja, uh, ja, ik, ja, ik, ik ja je lichaam wendt het toch wel aan en ons dat je dan uh, na het slapen opstaat met spierpijn. Je kunt het weer uit... Wandelen, rennen. Dat is, okay. uh, ja, dus dat is heel bijzonder om mee te maken als je dus meerdere dagen elkaar Ja, maar die ervaring heeft. heb je gelukkig dus ook wel. Ja, dus niet dat, op zo'n afstand, maar wel op een meerdaagse. Ja, dat je dat mee. wel meeneemt, van dat je wel weet van nou, het lichaam kan echt wel heel veel aan. Ja. Uh, dus dat, dat is gewoon, dat geeft vertrouwen ook. Uh, het neemt niet weg dat natuurlijk nog steeds de belastbaarheid getraind moet worden. Ja. Uh, en voor het zwemmen, dat, heb ik, dat vind ik gewoon ook wel, vooral in deze periode, gewoon ook heel fijn om te doen. Uh, Zo'n storm die over het land raast ja. en dan denk je van, ik ga het zwembad in. Ja. Uh, en daar heb ik ook wel zoiets van, ja, ik vind het fijn als ik dat gewoon op een goede manier kan afleggen. Dat ik mijn eerste onderdeel met niet te veel schade doorkom. Dat klinkt een beetje gek, maar dat, uh, ja. dat gevoel, gevoelsmatig geeft me dat gewoon heel veel een kick om dan op de fiets te stappen. En hoeveel, hoeveel zwem je dan nu in de week? Um, tussen de drie en de zes aan negen uur. Uur? Ja. Uur, ja. ja zo. En, dat en dat gaat dan nog een wel uit iets anders. En dat iets Ja, tussen ja. de tien en twintig kilometer uh, per week. Per week, ja. Zo. Maar die Olympische sporters voor uh, Tokio, ja. vanwege de verwachte uh, hitte en luchtvochtigheid, die gaan naar een klimaatkamer hè, om daar ja. te trainen en te oefenen. Alvast te wennen te kijken hoe een lichaam reageert. Is dat nog iets voor jou? Is het iets wat je overweegt? Of, uh... Nou, het is wel leuk dat je er naar vraagt. Ik heb uh, vorige week ook gezeten met, uh, met Bart Eigenhuis en die, uh, die doet de Marathon de Sabel. Dus ik ben een groep daarvoor mm -hmm. bezig en die heeft ook wat hitteervaring met, uh, met echt ook events. Vo voor kijkers, luisteraars ja. die niet weten wat de Marathon de Sabel is: uh, Marathon de Sabel is een, uh, een hardloopwedstrijd in, uh, in Marokko, zuiden van Marokko, heel erg warm. En je krijgt uh, in de woestijn. In de woestijn mm -hmm. Meerdaagse. Okay. Uh, waarbij je met, met eigen bepakking moet lopen, dus in die zin heel zwaar en ook vooral die warmte en het vocht is uh, ja. daar heel belangrijk. En wat leerde je van um, hem? Nou ja, wat, wat ik zelf ook wel bedacht, ik ga dus 2,5 week daarvoor heen, gewoon ook juist echt om aan die hitte te, gewend te raken en daar dus ook echt al te trainen met hitte dus echt al dingen te doen, de intensiteit ook op te zoeken uh, maar dat er vooraf misschien ook dus inderdaad wel uh, voordelen te behalen zijn. Maar dan zo'n zo zo hittekamer, zeg maar, dat is wat, wat lastig voor mij te organiseren. Ja, want doe je het is een papendal. En, oh ja. uh, dat moet je ook gewoon meerdere keren ja. achter elkaar doen. Maar wat bijvoorbeeld wel mogelijk is, is dat je uh, zes dagen uh, een training afwerkt en dan uh, daarna veertig minuten in een 40-graden bad gaat zitten. En dan kan je ook al uh, je lichaam echt een boost geven om. Uh, snel te zweten en uh, snel te uh, uh, over te kunnen schakelen als je dus een, een intensiteit doet op, uh, in warmte. Gewoon thuis dus, in je eigen bad? Gewoon In ja, een heel heet bad. Eigenlijk. In de, 40 ja, 40 graden is er heel ja, heet. Ja, ja, met, met 36 <laughs> graden heeft het effect het dan ja, niet. Dus het ja. is dus echt wel die 40 graden. Dus ja, dat is dan nog even nog op zoek naar een. Uh, Vrienden met een bad, ja. 40 graden een jacuzzi. Zit je te kijken of jacuzzi. Nou ja, nee, maar ik zit dus echt te denken aan een sauna of iets dergelijks. Ja. Waar ze misschien een jacuzzi hebben, waar ik dan daar wel bijvoorbeeld van zoiets uh, van zo'n faciliteit gebruik zou kunnen maken. Sowieso dus een, is, een leuke um... zijstap even. Als mensen zitten kijken en luisteren en ja. zijn gefascineerd door dit verhaal, allereerst laten we nog maar een keer noemen jacomina ultranl Kunnen ze ook bij jou uitkomen? Dan lezen ze jouw verhaal. Hoe hoe kunnen mensen jou steunen of ondersteunen of volgen? Ja, volgen, dus inderdaad. Ja. Dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Um, ja, mocht iemand een gedachte erover hebben of zo, van laat het ook weten. Ik ben niet uh, alwetend en ik wil gewoon heel veel dingen van tevoren al uitgezocht je, hebben. Jij doet bij deze een oproep voor ongevraagd advies. Ja, die weet men nooit. Ja, okay. <laughs> Misschien ja. zit er wat tussen. Ja, nou, kijk in de show notes uh, de... voor de contactgegevens van Jacomina. Die zullen we hieronder zetten. Ja. Maar zijn ja, er specifieke maar... onderwerpen of, of elementen waar je nu van denkt? Hey, daar, uh, loop nou, ja, ja. Ik ben nog wel aan het uitzoeken, gewoon ook bijvoorbeeld uh, omdat het zo warm is, uh, hoe zit het met je zouten en je elektrolyten, uh, hoe kan ik dat dus uh, gewoon gedurende al die dagen goed houden. Het is niet alleen voldoende water drinken, uh, maar juist ook die, die, die gevoegde waarden uh, en dat is ook een beetje zelf moet je dat een beetje aanvoelen. Ik weet bij de stedentrip XL, ik ben erachter gekomen dat ik eigenlijk toch wel meer zout nodig heb. Dan dat ik dacht dat ik nodig had. Ikzelf heb, uh, heb ik dat uh, door middel van ORS uh, opgevangen. Ja. En dat werkt echt heel goed. Uh, dus, ORS ja, is, is een, een... zout-suiker-oplossing ja. in water. Ja. 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 En dus, dan uh, moet je actief gaan aanvullen. Hoe kom je er, misschien leuk voor een amateur die zijn eerste marathon gaat doen, hoe kom je erachter als je te veel zouten verliest? Wat merk je daarvan? Nou, ik, had het, uh, ik ging wat opzwellen ook vaak tijdens uh, inspanning, langdurige inspanning. Ja. Uh, dus dat vond ik eigenlijk al een beetje gek. Van, uh, nee, ik verdrink toch voldoende, ja. maar dan ga je wat opzwellen. Uh, maar vooral in het dagelijks leven. Uh, mijn bloeddruk is heel laag. Uh, en daar had ik ook moeite mee. Uh, dus als ik dan opsta, dan, dan ben ik heel snel duizelig. Mm. Oké. Okay. Uh, dus dat, ja, dat is best wel irritant. En dat zijn zeg maar. aanwijzingen dat is... die, er, die op dat... van alles zouden kunnen wijzen? We ja, zijn geen dokters nee, hier. Nee, absoluut maar... niet. Absoluut geen in niet. Maar jouw voor geval had dat, dat te mij maken met En ook een nou, laag bloeddruk, maar ook gewoon een hele lage hartslag. Uh, überhaupt zeg maar in rust. Uh, toen was het eigenlijk als je zo. Eet is wat meer zout. Uh, okay. Dus, nou ja, ik kan de, de bouillonnetjes, aan de dropjes en dat soort dingen. En het helpt wel. Okay. Ik, tenminste, bij mij heeft het effect. Ja. Uh, ja. En dusdanig dat ik dat dus bij de, mijn trip al echt al om uh, um de zoveel uur moet ik dat gewoon binnenkrijgen. En ik merkte echt, ja, dat gaf. Ja, een boost is net overdreven. Maar het was wel iets... Nou, daar had ik dit blijkbaar wel nou, nodig. Ja, want het valt weer. heel goed. Ja, 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 net weer even dat je wat scherper bent. Want daar zijn geen uh, boeken en uh, allerlei uh, internetadviezen. Uh, over. Nee, ja, het is, is toch heel erg per ja, persoonsafhankelijk. Ja. Want die community uh, hè, van ultra uh, sporters. Jij kent ze waarschijnlijk in Nederland. Dus je hebt die jongen die uh, die marathon uh, of die, die ultra ja. in, in Marokko. Delen die veel met elkaar zijn. Ken je ze ook in Nederland die dit soort dingen. Ja, hebben dus... gedaan of willen gaan doen. Of is het er zijn er niet beperkt. zo heel veel je bent van. Het is toch hè? een beetje uniek in Nederland. Je <laughs> zit toch een beetje in zo'n ja. aparte zone. Maar er, er zijn gewoon over de, over de hele wereld zijn er wel ultra-atleten. En er zijn ook wel wat boeken geschreven uh, waar ook echt ervaringen in staan. En ja. die zijn heel uiteenlopend. Dus wat dat betreft is het er gewoon. Geen gouden regels. En, nee, uh, nee de, de een zegt je moet er heel veel ja. voor trainen. Je moet echt eens. 20, 30 uur maken. Je moet nachten moet je doorgaan. Want dat doe je dan ook. En dan zeg je ook, ik train er amper voor. Ik ja. zie je dan wel. Ja. Dat brengt me... Ik keek op die site. Mm -hmm. ja, wie... Welke site? De site Trends. I am Try. Ja, ja, de website van dit evenement. Uh, link te ik vinden. En dan nou, wil in de ik de wel even zien wat dat precies is. En ik vond daar nou, best wel nog mager gevuld. Zeg maar. Alles staat er misschien wel op. Maar niet. Het schreeuwde niet van dit wat deze mensen gaan doen, is echt. Ja, super bijzonder, <laughs> uh, uitzinnig, et cetera. ik kijk naar de deelnemerslijst. Nou ja, heel weinig, vind ik dan, denk ik. Ja, ja kleine klein event, 16, 17, ja. Met dan, uh, maar dan kijk ik naar de CV's die sommigen hebben een foto... en er staat een kort naast van wat ze een beetje gedaan hebben in het verleden. Ja, ja bij sommigen sloeg ik wel stijl achterover... met uh, inderdaad van die dk trail uh, en een aantal keren... en weet ik het wat voor challenges allemaal... Daar ja, vond ik jou een beetje mager bij afsteken, laat ik zo zeggen. Ja, in die um, zin is eigenlijk heel weinig ultra-ervaring. Ja. Ja, ja, ja. ja, Mocht jij zomaar meedoen, hoe, hoe werkt dat? En, en ken jij die mensen? En kun je aan hun advies vragen van hoe die dat gaan aanpakken eigenlijk? Doe ja. je dat ook? Je wil me zeggen, je gaat er niets beginnen, Jacomina... waar je eigenlijk maar weinig <laughs> nog ervaring mee hebt. En nou, dan? Ja, Vraag één, hoezo ja. mag jij meedoen hieraan uh, Er zijn geen regels voor om mee te doen okay. uh, op de startlijn. Er staat bijvoorbeeld ook een, een knul, die heeft snowboard ervaring. Ja. <laughs> en uh, gewoon 50 het die, kilometer nee, gefietst. Ja, de uh, derfveiling ja. gaat hij zo Nee, je mag, het mag gewoon zo... Ik moet wel een medisch certificaat overleggen. En uh, ik denk ook wel dat ze wel kijken of je wat uh, in, in huis hebt. Maar aan de andere kant, ik mag gewoon, uh, gewoon inschrijven voor zo'n event. En ja, er staan indrukwekkende namen tussen uit ultrawereld. En wat zij allemaal gedaan hebben, en denk je: wow, daar kom ik aan? Met mijn naïviteit van nou ik denk dat ik dat wel kan. Maar zij staan ook open voor vragen. In die zin is het de ultrawereld. Hebben jullie met z'n 16 ook een soort appgroepje of zo? Nog niet. Maar gek gezegd, ik zou niet verbaasd zijn als dat binnenkort komt. Zou je dat willen? Um, zeg maar, is nou, dit een ik vind groep, het een lastig. Deze zestien met elkaar. Ik vind het lastig, omdat het. Um, omdat ik best wel dit ook echt op gevoel aanvlieg. Uh, en dan haal ik hap en snap, haal ik mijn dingen vandaan. Dus dat bereidt me voor. Maar ik doe alleen de dingen die goed voelen voor mij. Uh, dus ik ben echt mijn eigen traject daarin aan het vullen. Um, dus ja, ik vraag. Bij mensen vraag ik advies. Maar ik hoef niet zeg maar van, nou, zo moet je het aanpakken. Dat. Uh, en nee. dat. Ja, dat. Als je dat zeg maar gaat vragen, dan, ja. dan kan dat misschien... Maar mag wel je draften bijvoorbeeld? Mag je met, als je een aantal vindt, van... Hé, hey, zullen we even afspreken? Met een groepje Ja, met, met de de fietsen. lekker met z'n drieën ja. fietsen? Nee. Nee, okay. nee dat is Dit op is basis een van de uh, non-stayer wedstrijd. Non ja, je mag wel je naast elkaar fietsen. Je ju <laughs> een jury die dan uh, af en toe ja. met een fluitje nou Ja, van, uh... we hebben een trekker op de fiets. Hè? Ah, dus ja, in die zin kunnen ze wel zien of er bij elkaar zitten. En dan is het... Maar dat is ook des ultra's, ze gaan uit dat jij eerlijk ja. bent. Sportmanship, ja. ja. Gaan we Zo zit doen. jij ja. er ook wel in, denk ik. Hè? Jouw kennende. Ja, ja. ja. dat zijn zeg maar de regels waar je. Jij zal niet ergens in die auto gaan stappen. Nee, jongen. Maar, waarom? Alle... Die verhalen lees ik dan al als journalist, ja. ben je daar uh, Ja, toch waarschijnlijk. Ja. Die lees ik dan al. Ja, maar ja, dan kun je s'avonds nog niet meer in de spiegel jezelf aankijken. Dus ook nog wel een leuke oproep. Op jouw website uh, kun je inderdaad op de pagina Volg Jacomina Live ja. uh, kijken worden. Ja, uh, als stippen het helemaal zover is, dat dan is dus kan iedereen. Dus inderdaad die, die trekker die ik dus daadwerkelijk bij me heb. Uh, ja, dan ben kunnen ik dus we jouw tevolg. stipje uh, over de kaart zien ja. vertrekken. Ja. Uh, ik weet ook dat ik dat uh, enigszins deed in jouw stedentrip. Dat je dacht, oh ja, ik ga nu slapen. Zij zwemt nu de hele nacht door. Hè? Dat is toch een soort ja. mate van betrokkenheid. En dan wakker worden en meteen kijken hoe ver is, ja, is ja. het. Ja, hoe ver is het nu ja. geworden ja. vandaag? Hey, Jacomina, het is uh, een paar maanden van tevoren. Wat is ja. op dit moment uh, jouw grootste zorg of angst in dit project? Die is er nog niet, maar het is, moet nog wel heel veel uitgezocht worden. Uh, zoals nu dus voor het zwemmen ben ik aan het kijken voor een wetsuit. Van, hey, maar wat dan en hoe dan? Uh, want dat geeft me dan ook weer, als ik dat kan afvinken, geeft me dat zekerheid. Ja. Uh, het fietsen, het parcours, van, uh, nou ja, wat zijn daar dan de grote blinde vlekken? Zeg maar, van, uh, als die goed in kaart zijn, dan ben ik daar ook alweer heel erg blij mee. Um, maar ook gewoon delen de praktische zaken. Uh, ja. Dus, ja, maar, nee, ja, ja, Eens, er moet een hoop gebeuren. Ja, wat je gaat doen. Ik, 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 ik ben een gevoelsmens. Overvalt ja. jou nooit ergens een moment van twijfel of dat je ja, denkt, tuurlijk. oh, oh Jacco, wat ja, heb dan je dan, nu heb ik, dan heb ik twee uur gelopen en nu kom ik thuis en ben ik echt zo moe dat ik echt zo op die bank hangen. Ah, en dan denk ik, ja Jacco, je moet 500 kilometer. Ja. Hoe denk je dat te gaan doen? Ja. Dat ja, heb jij toch ook? Ja, zeker. Nee, gelukkig ja. vind ik belangrijk om dat ja. even, Dat heb jij. En het interessante, en daar leer ik van jou. En dan? Hoe ga jij daarmee om? Ja, dan denk ik van... Oké, okay, maar ja, ik heb nu wel wat harder gelopen. En ik heb de hele week heb ik ook gewoon gewerkt. Ik heb andere dingen erbij gedaan. En als ik daar ben, gaat er gewoon een knop om. Uh, als jij het wil halen, dan ga je gewoon door. Ja. En dan, uh, dan is het jammer voor je als je een, een, een blaar hebt of wat dan ook. Maar... Uh, ja, en, en maar dus wel ook jezelf, wat ik telkens zeg, die comfortzone, die is daarom juist zo belangrijk. Ja, dus enerzijds zeg je fysiek moet ik zorgen dat ik mezelf voortdurend niet te veel uitdagen en niet ja. te veel in pijn duw. Ja. En mentaal, ja, dan hoor ik jou toch wel iets spannends zeggen. Uh, als je dit zo graag wil, dan ga je gewoon door. Ja. Welke achterliggende motivatie zit daarachter? Waarom wil je dit zo graag? Ja, de, het, het, het avontuur aangaan, die reis aangaan door dat landschap dat je dat op eigen beweging doet, ja dat, dat is toch zo machtig mooi. Dat is de en ja jezelf daarbij zoveel mogelijk zo, ja dat, bijna zo efficiënt mogelijk naar die andere kant te krijgen. Dat is dan ja zeg maar de onderliggende uh, reden zo van ja je, je gaat gewoon door. Ja. Het is wel de, de, de um, dat is ook een stukje van de uitdaging. Omdat dan nou ja, zo snel mogelijk, dat klinkt een beetje gek, maar wel dus zo, zo goed mogelijk en dan zo efficiënt mogelijk aan de andere kant te komen. Ja. Gewoon, volhouden. Gew ja, ge gewoon volhouden. Ja, gewoon volhouden. Doen we het maar gewoon. Ja. <laughs> ja, ik doe het je nog, nog Nina. Misschien moet ik een stikkertje ook gewoon volhouden. Ja, dat stuur. Gewoon ja, ja, volhouden. Ja. Er gaan wel een aantal mantras komen hoor, van dat okay. soort dingen. Gewoon echt gewoon volhouden of blijven trappen. Ja. Nou, heel cliché, maar ja, daar komt het uiteindelijk wel op neer. Ja. Muzieklijst uh, uh, met uh, opheppende muziekjes. Ja, nou, ja luister, dat, dat is leuk. Uh, sport je met zegt. muziek? Ik sport nooit met muziek. Ik heb het een, uh, een paar weken geleden heb ik heb het voor het eerst gedaan. Uh, ik heb spinning gegeven. Uh, ik weet dat hoe opzwepend en hoe meeslepend muziek kan zijn. Dus in die zin kan ik het heel goed, zeg maar. En vind ik het ook heel fijn. Maar ik vind toch, ja, weet je, wel, je, je, je bent buiten in de natuur en dan wil je ook echt aanwezig zijn. Maar ik heb nu wel ook, want ik heb het juist een paar weken geleden zeg maar, uitgeprobeerd: zo van ja, wat geeft het mij? Nou, het geeft mij energie, zeker. Ja. Uh, Dan en willen ik mag wij al natuurlijk gebruik... allemaal weten, wat had je op je oren? Uh, ja, uh, van Spotify in een of andere lijst. <laughs> Echt niet willekeurig? Zo, zo. Nee, ja, niet willekeurig. dat is zo'n Discovery Weekly. Ja, okay. En dat is dan op basis van mijn, uh, mijn muziekkeuzes. Uh, ja, maar uh, we die willen die jou een beetje leren kennen in deze podcast. Wat komt er dan um, langs? Wat is jouw favoriete oh, dieselmuziek? Ja, wow, geen idee. Ik, heb, ik weet niet hoe die actie is. Misschien moeten we die lijst uh, maar eens delen. Uh, uh, delen ja, misschien de show moeten show. we die wel in de show zetten. Nou, maar ik wil even. hem andersom draaien. Oké. Okay. Ja, want dat is misschien uh, wel leuk. Ik wil een oproep oh. doen voor iedereen. Nou, als ze denken van nou die moet één muzieknummer. Moet zij echt tijdens die Trans Am Try horen? Daar moet ze echt iets mee doen. Om die uh, naar mij te sturen. Of de titel. Of nee, ik weet niet of je dat kunt openstellen voor Spotify. Ja, dat, dat kan. Een, uh... een lijst komt van, nou ja, van mensen die het. En, dat ik die kan luisteren dat ik echt zeg, Een oh, de baggelmuziek is dit maar ja maar dus wel men mensen denken maar da dat daar dat moet wel een verhaal ja. bij dan toch Daarom, dus we willen ja. wel weten dan als je nu Vader, zit te kijken ja. of te luisteren naar deze podcast ik zou zeggen laten wij dan ook maar het medium zijn om dit aan je door te geven dus je kan reageren onder deze aflevering op www.slimmerpodcast.nl je kan ons bereiken via Twitter en Instagram @slimmerpodcast en je kan jou daar ook uh, vrij snel vinden um, stuur dus in een nummer voor ja. jouw uh, playlist, ja. maar dan ook het verhaal erbij. Ja, waarom, waarom vind jij dat, nummer, waarom dat dit dat nummer, Jacquemina... Ja. Want eigenlijk moet het, wel, het de gedachte moet zijn van, daardoor ga ik door. Het, ja. Dat geeft mij energie op wat voor manier dan ook. Leap. Bruce Springsteen, Born to Run. Die ga jij op de lijst <laughs> Ja, nee, Ik hoor ja. de eerste nummer. Nee, Daar doe ik wel een verhaal nog bij, maar ik denk dat dat oh, lijkt maar een ja. lekker nummer om... Uh, op de loop ja, dan. ja. 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 nou dan doe ik van Playa dus dat is met een de eerste worden, ja. <laughs> en uh, <laughs> nou, <dan. laughs> nou ja podcast luisteren zou je dat of moet het echt muziek zijn vind je ik denk <laughs> muziek ik denk dat podcast dat te, te moeilijk vindt te <laughs> te <moeilijk. laughs> ja 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 ja, ja. En dan moet je toch opletten namelijk dan, ja. dan moet je uh, wel uh, zeg maar het verhaal volgen maar ja, aan de andere kant kan hem wel tien keer opnieuw uh, luisteren die zat. boodschappen van je fans van tevoren dat dan, nou, vind je dat ja, daar had ik nog niet over gedacht. Maar dat nee, is, ik zag op jouw site wel ja. iets andersom. Een postkaart uit Amerika ja. staat daar. Wat is dat? Wil je dat eens uitleggen? Ja, ik denk, er zijn heel veel mensen die mij volgen. En dat vind ik echt heel gaaf. En het, ja, je komt er ook achter dat. Heb jij mij ook gevolgd? Heb jij ook naar mijn stip gekeken? Uh, dus ik dacht van ja, weet, ik kan ook iets terug doen. Uh, dus uh, ja, inderdaad. Een, maar uh, wat is je idee daarmee? Ja, de, de, de persoonlijke touch. Voor, uh, maar voor Jij mensen, gaat mensen die zich daarvoor aanmelden via ja. jouw website... een postkaartje ja. sturen. Ja. Ja. Omdat je dacht, ik heb nog niet genoeg te doen. Ja, ja. Dat is een nee. Kilometer nee. Fietsen. maar dat is nu naar, oh, <laughs> ja. naar aflopen. Oh, naar ja, aflopen. Oh ja, precies. Als je lekker in het centrum... aan het bijkomen bent in je ja. kamer. Oké, okay. ja. Mooi. Mooi. Dus uh, eigenlijk allerlei manieren... om uh, bij jouw avontuur betrokken te raken. Um, heb jij nog... Uh, een brandende vraag op je lippen, Jurgen? Heel veel brandende vragen. Zullen we dan uh, uh, jou uitnodigen bij deze, Jacamine... dat wij jou hopelijk <laughs> voor mei... En anders, zeker weten na mij nog een keer hier uitnodigen om uh, te nou, horen hoe het er dan voor staat. Ja. En laten we dan alle kijkers en luisteraars oproepen. Nou ja, we hebben al heel veel dingen opgeroepen om te doen. Die kun je allemaal rustig teruglezen in de show notes onder deze uitzending. Maar in ieder geval, ga Jacomina volgen. Jacomina-ultra.nl kom je op jouw website. Zie je alle manieren waar dat kan. Op Strava, op Instagram, op Twitter. Overal waar jij te volgen bent. Uh, volg ons en onze podcast. Als je het nog niet gedaan hebt, druk gelijk op abonneren. En laat ons ook vooral even weten wat je van deze uitvinding vindt, uitzending vindt. En welke vragen jij misschien wel zou willen stellen aan Jacomina. Als ze nog een keer terugkomt bij ons als special guest. Uh, doe dat op uh, slimmerpodcast.nl onder de aflevering. Of stuur ons een e-mail naar post at slimmerpodcast.nl En uh, we zijn heel benieuwd om van jou te horen. En Jacomina, ja, we kunnen jou alleen maar heel veel succes wensen in je dank voorbereidingen. Je. Dank je. Je hebt in ieder geval twee trouwe volgers, stippenkijkers, Instagram-volgers. <laughs> kunnen ik in, jullie uh, een briefkaart sturen? Ja, heel graag, heel graag. Dan lezen we hem integraal voor hier uh, in, ja. de, in de podcast. En uh, dank voor je komst naar de studio. Nou, graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.